Ik ben Sina en ik ben een platform aan het opzetten voor senioren, zodat senioren voor senioren producten kunnen maken. En het heet Grandma the Hacker. En sommige van jullie denken, oh, hacken, dat is illegaal en niet goed. Maar eigenlijk de echte betekenis van het hacken is dat je dingen uit elkaar haalt en weer op een creatieve wijze in elkaar zet. Dus het is meer opbouwend dan illegaal en destructief. En het is badass. Dus het is pakkend, het is goed. Wat doen we? We gaan langs verschillende senioren, we verzamelen ideetjes en we ontwikkelen producten. Zoals deze. Dit is een kant-en-klaar maaltijdopener. Veel senioren hebben er last van, opa's en oma's. En dus we hebben dit ontwikkeld, zodat ze zonder het product aan te raken, dat ze het kunnen openen. En ik zeg wij, maar eigenlijk zij hebben dat gedaan. De senioren. Dus dat is behoorlijk badass. Even kijken. Enige wat ik doe is de senioren bij elkaar brengen. Ik doe niks anders. Zij doen het meeste werk. En hier gaat het dus om samenwerking. Zij werken samen om iets te doen, om iets te bereiken. En als ik aan samenwerking denk, dan denk ik aan een verhaal wat mijn opa altijd me vertelde. En mijn medeneefjes en nichtjes. En hij had altijd heel veel stokjes mee. En ja, het is met de microfoon een beetje lastig. Dus ik probeer heel hard te praten. Zo. En toen zei hij, kijk, als je één stokje hebt, je kan het heel makkelijk breken. Als je twee stokjes hebt en je doet ze naast elkaar, je kan ze nog steeds heel makkelijk breken. Maar als je heel veel stokjes hebt en die zet je allemaal naast elkaar, goed, dan is het best lastig om te breken. En dat is samenwerking. Samen zijn we sterker. En waarom vertel ik dit? Omdat er nou het internettijdperk is. Het is nu heel makkelijk om heel veel stokjes bij elkaar te krijgen. In een ander project van mij kreeg ik de opdracht om een boot te maken. Ik heb en niet zomaar een boot die autonoom kan zeilen, dus een robotboot. En ik heb helemaal geen idee hoe je robots moet bouwen. Ron weet dat, ik weet het niet. Dus ik zat daar en, met een vriend van mij, die had ook hetzelfde opdracht. En toen had Frits, die vriend van mij, had het idee om het internet te vragen om ons te helpen. Dus we hadden één klein PVC-bootje gebouwd. Die deed niks anders dan een beetje drijven en een beetje wind vangen. Dat hebben we op het internet gezet, op verschillende websites. En we hebben ze ook verteld hoe ze zo'n bootje moeten maken. En ook een beetje gevraagd, ja jongens, we willen een robotje bouwen, maar we weten niet hoe. Zouden jullie ons willen helpen? En een paar maanden later stonden we op Gauwzee met een meter trimaran gemaakt van PVC die autonoom kon zeilen. En wij hadden het niet gemaakt. Dit is gemaakt door mensen van internet. En wie zijn die mensen van internet? Dat weten we ook niet precies. Er zijn heel veel. ja, het leek heel erg makkelijk. Hè? Je zet iets op internet en je hebt een boot, maar zo is het ook niet gegaan. We hebben heel veel websites bezocht. We hebben andere mensen met andere mensen in contact gebracht. Comments geschoven. En ook inmiddels ook een ander bootje gebouwd en dat op internet gedeeld. Dus het was toch een beetje lastig. Makkelijker dan in je eentje doen, maar we moesten wat voor doen. En dat hoeft niet eens meer. Een paar jongens uit Eindhoven die zijn met een website bezig. En die heet wecollaborate.eu. En daar kan je je vaardigheden delen met andere mensen. Maar ook als je zelf een project hebt, dan kan je andere mensen vragen, zodat zij jou helpen met jouw project. Zodat je samen kunt werken. Die omaatjes en opaatjes waar ik mee werk, die hebben nooit internet gekend.
Dus ze moesten wel af en toe eens heel ver fietsen om iemand te vinden die hun kon helpen. Maar jullie, de jongeren, want ik ben ook niet zo jong meer, die zijn met internet geboren. Dus jullie weten het beste hoe het internet werkt. En jullie kunnen heel makkelijk in contact komen met andere mensen om samen te werken. Dus naast het WhatsAppen en Facebooken en Bitstrips en weet ik veel wat. Kijk wat je vaardigheden zijn, wat je hobby's zijn en wat je daarmee op internet kan doen. En wie je daarmee kan helpen of ook hoe je hulp kan krijgen. En dat is het. Dat wou ik eigenlijk jullie vertellen. Dank u wel.